Dit is Bas van den Brink. Hoi. En samen met zijn vriendin Nienke de Boer woont hij in het hartje van Hardenberg. Bas heeft een geweldig uniform aan. Bas heeft een heel bijzondere baan. Wat ben je precies aan het doen, Bas? Ik ben matroos bij de Koninklijke Marine. Bij de operationele dienst operaties. Dat houdt in dat ik onder andere het schip bestuur. En met alle radarsystemen aan boord de zee in de gaten houden wat er zich allemaal afspeelt. Oké, en je bent de laatste tijd op missie geweest. Wanneer was dat en wat heb je precies gedaan? We zijn in februari vertrokken met de Zr. Ms. Van Amstel naar de Egeïsche Zee. Dat is tussen Griekenland en Turkije. Daar hebben wij de vluchtelingenstroom in kaart gebracht. En door onze aanwezigheid daar is de vluchtelingenstroom bijna tot stilstand gekomen daar zo. En de laatste maand hebben wij meegewerkt aan de Frontex operatie Triton. En dat is de operatie die zich bezighoudt tussen Italië en Libië. Om daar de vluchtelingen te redden die daar op overvolle bootjes de zee op gaan. En hoeveel boten hebben jullie onderschept? We hebben 3 vluchtelingenboten onderschept. 2 oude vissersboten en 1 rubberboot. Zo. En hoeveel mensen zaten daarop? Op zo'n vissersboot zitten ongeveer 400 tot 450 personen. En op zo'n rubberboot ongeveer 150. Zo. En heb je enig idee hoe lang die mensen dan al ronddobberden? Dat verschilt per bootje. Dat ligt ook aan waar ze vertrekken. De ene wordt ook sneller gespot als de ander. Dus het eerste bootje heeft ongeveer een dag of 5 rondgevaren. En de tweede die we hebben gezien, die heeft bijna 2 weken rondgevaren. Hoeveel mensen hebben jullie in totaal kunnen redden? Ongeveer 1000. Oké. En waar zijn die vervolgens naartoe gegaan? Die hebben we afgezet op Sicilië en Lampedusa. We hebben daar op het journaal en in de media, in de kranten, op Facebook al allerlei beelden van gezien. En aangezien jij onderdeel uitmaakte van die operatie, zouden we het heel fijn vinden als jij wat commentaar wilt leveren. Nou, hier ziet u mij op de uitkijk staan. Na een bootje dat wij hebben, een positie hebben gekregen van een bootje. Van een maritiem patrouillevliegtuig. Daar zijn wij onderweg naartoe. En verder ziet u naast mij het wapenopgetuig staan. En dat is voor eventuele veiligheid. Dit is dan het schip waar ik op zit. Het is een M-vergat. Dus dat betekent multipurpose. Dat is meervoudig, dat is overal voor ingezet kan worden. Dit heeft 156 mensen aan boord. En daarmee voeren wij de operatie uit. 156 marinemedewerkers? Ja. En voor deze missie hadden wij nog een paar mensen van de Marseille-C mee. En een paar mariniers. Een stuk of 10. En wat voor functies zijn er allemaal aan boord? Van alles. We hebben een wasser, een kok, mensen die het schip sturen, medisch personeel. In principe van alles. Ook nog een pater hebben we mee. Dus in principe van alles. Okay. Een soort klein dorpje is het in principe. Ja, een maatschappij in het klein aan boord van een schip. Ja, we hebben nog een bakker aan boord. Is er zoveel plaats aan boord dan? Ja, dat past allemaal net. Het is wel een beetje mutje, maar het past. Waar ben je nu naartoe onderweg? We zijn hier vlak bij het bootje aangekomen. En dan gaan we met de drone waarmee de beelden geschoten zijn, gaan we het bootje onderzoeken. Hier ziet u de commandant der zeestrijdkrachten. Dat is een marinier, Rob van Kerk. En die is in principe de grote baas van de marine. Die is een dag bij ons op bezoek geweest. Om te kijken wat wij allemaal aan het doen zijn. Oh, 1 dag op bezoek. Hij is niet onderdeel van de vaste crew? Nee, hij is 1 dag bij ons op bezoek geweest. Nou, hier ziet u de voorbereidingen bij het bootje. Dat onze kleine bootjes te water worden gelaten om een kijkje te gaan nemen bij het vluchtelingenbootje. Hoeveel van die bootjes hebben jullie aan boord? 3 stuks. Okay. We hebben normaal gesproken 2. En alleen voor deze missie hebben we eentje extra meegenomen. Hé, dat lijken wel medische pakken. Nou, deze witte pakken hebben we de mensen aan om zichzelf te beschermen tegen eventuele ziektes die de vluchtelingen meenemen. In Afrika heb je natuurlijk ziektes die bij ons al niet meer voorkomen. En om onszelf gewoon goed te beschermen en voor de hygiëne, ook in het schip, willen we het besmettingsrisico zo klein mogelijk houden door die witte pakken onder andere. Ja. En wat voor functies hebben de mensen die die pakken dragen? Dit zijn vaak de mensen die als eerst met ze in contact komen. Dus zodra de mensen aan boord komen, dan worden ze omhoog geholpen door die mensen. En ze worden geregistreerd door die mensen. Dat zijn ook vaak de mensen die het voedsel uitdelen en de mensen registreren. Aha. Dus eigenlijk de functies die direct in contact komen met de vluchtelingen. Die mensen dragen zo'n wit pak. Okay. Nou, hier ziet u mijzelf. Ik ben hier aan het werk in de commandocentrale van het schip. Dat is in principe het operationele hart van het schip. Daar komt alle informatie van onze wapens en sensoren binnen. Wat ik daar aan doen ben, is het met een radarsysteem met een zeeplaatje in principe in de gaten houden. Kijken wat er om ons heen gebeurt, wat er vaart en wat er in principe gebeurt. Of er niks, geen vreemde dingen zeg maar, gebeuren op zee. Is het ook zo dat je net zoals in een vliegtuig met z'n tweeën het schip bestuurt? Het besturen van het schip gebeurt niet hier. Het gebeurt op de brug boven en daar heb je gewoon één iemand die stuurt. En een officier die geeft daarbij de orders van hoe we gestuurd worden en waarheen. Oké. Okay. Hier ziet u een mooie foto, die is gemaakt door het maritieme patrolvliegtuig dat de positie heeft doorgegeven aan ons. Die heeft een fotootje gemaakt van ons met dat kleine vluchtelingenbootje. Zo kunt u een beetje zien hoe klein als zo'n bootje is. Ons schip zelf is 150 meter lang. Nou, dan kunt u dus ongeveer nagaan hoe klein zo'n bootje is. En dat er ongeveer 450 mensen op zo'n klein bootje zitten. Dat geeft dus aan dat het heel erg krap is uit zo'n bootje en dat de omstandigheden dus erg werkelijk zijn. Nou, dit is het eerste vluchtelingenbootje wat we hebben gezien. Met exact aantal personen, dat weet ik niet meer precies. Maar ook hutje met je vol met mensen. Op de Egeïsche Zee nog? Nee, dit is in de Middellandse Zee. Okay. In de Egeïsche Zee hebben we ook vluchtelingenbootjes gezien. Dat zijn vaak rubberbootjes. Alleen die hebben wij geen beeldmateriaal op dit moment van. Okay. Dus alle bootjes die we hier zien, is allemaal op de Middellandse Zee. Mm-hmm. En waar zijn die boten dan vertrokken, denk je? Ze verwachten dat het, ze denken dat dat Egypte of Libië is. Een van die twee landen. Ja, en onderweg naar Italië. Ja, of naar Griekenland. Maar hier zijn we het bootje aan het naderen. Hiervoor is onze drone er al boven geweest om te kijken of de situatie veilig is aan boord. Kan een drone dat zien? Nou, wij kunnen op afstand de videobeelden bekijken die de drone op dat moment maakt. En aan de hand daarvan kunnen wij zien wat de situatie aan boord is. Of het allemaal veilig is. En hoe de mensen zich gedragen aan boord. En aan de hand daarvan kunnen wij wel bepalen of het veilig is om het bootje te gaan naderen. En je vertelde al, je had 3 bootjes geholpen op zee. Bij al die 3 bootjes leek dus van tevoren de situatie wel rustig en veilig te zijn. Ja, we hebben geen onveilige situaties gezien. Natuurlijk dat die boten dan overvol zitten met vluchtelingen. Maar daaromheen geen gevaarlijke situaties met wapens of met andere dingen of gewonde mensen. Ja, wat betekent airborne? Airborne betekent dat de drone omhoog gelaten wordt. Dat we hem in principe laten opstijgen en dan naar het vluchtelingenbootje laten gaan. Nou, hier ziet u dus ook dat er veel mensen op het bootje zitten. Op het bovenste dek lijkt het mee te vallen. Dat valt inderdaad ook mee. Vaak zitten bovenop, met het meeste ruimte zijn vaak de zogenoemde baasjes. Die zitten daar op die boot, op de bovenkant. En de onderin zit helemaal afgeladen vol. Aha. Je ziet ook dat heel veel mensen geen oranje reddingsvest hebben. Gewoon puur omdat ze die niet hebben. Dan gaan ze zonder reddingsvest mee. Ze vragen aan het begin vaak wie kan er zwemmen. Nou, als er 3, 4 man de hand opsteekt, nou, die krijgen dan geen reddingsvest, want die kunnen zwemmen. En de rest krijgt een reddingsvest. Als het goed is. Als het er zijn. Mm-hmm. En dat is vaak niet zo. Kunnen alle mensen mee op zo'n bootje die dat willen? Weet ik niet. Ik heb geen idee hoe de mensensmokkelaars dat in principe doen. Wij komen alleen zo een bootje tegen. Ja. Dus altijd het werk van smokkelaars? Ja. Van mensensmokkelaars? Dit is het werk van mensensmokkelaars, ja. Mm-hmm. Oké. En wat voor soort mensen troffen jullie aan boord van de schepen? Van de bootjes? De meeste bootjes die wij tegenkwamen, dat zijn, zitten de vluchtelingen op uit Afrika en Syrië. Enkele uit Bangladesh ook nog tegengekomen. Oh. Het zijn vaak de rijkere mensen die daar op die boot zitten. Want ze betalen tussen de $1.000 en $5.000 per persoon om met zo'n bootje mee te mogen. Kijk. En die mensen zien er vaak ook nog goed verzorgd uit. Of althans goed verzorgd. Voor Afrikaanse begrippen goed verzorgd. Mm-hmm. En dat zijn dus de rijkere personen die daar meegaan met zo'n bootje. Ja. Ja. Nou, hier maken we ons gereed. Het personeel wordt gebriefd die met onze kleine bootjes naar het vluchtelingenbootje gaan. En na dit worden de bootjes te water gelaten. Onze kleine bootjes. Mm-hmm. Dus de drone gaat eerst de polshoogte nemen en dan gaan de manschappen er naartoe. De drone die bekijkt inderdaad of het allemaal veilig is. En zodra het veilig is, dan Dan gaan we met ons eigen personeel er naartoe, met onze kleine bootjes. En zodra wij daar zijn, gaan we kijken, de mariniers, de mensen in groene pakken die je ziet, zijn de mariniers. Die gaan dan vaak de vluchtelingen van het vluchtelingenbootje afhalen en brengen ze dan naar ons toe. Ja. Op de uitkijk om de situatie in de gaten te houden hoe het allemaal verloopt. Nou, hier wordt dus het eerste kleine bootje van ons te water gelaten. Met twee mariniers, een bestuurder en een soort helper van het bootje die de trosjes aanneemt en andere mensen aan boord helpt. Dus met 4 mensen gaan jullie erop af? 4 mensen per bootje, ja. Per bootje, ja. Nou, daar ziet hij ook de tweede bij komen en als het goed is komt er zometeen ook nog een derde. En daarmee gaan ze pendelen tussen het vluchtelingenbootje en ons eigen schip om de mensen aan boord te nemen. En hoeveel kunnen er per heen en weer, per veerboot zeg maar mee? Nou, het verschilt een beetje met of het mannen zijn of vrouwen of kinderen. Dus meestal ongeveer 7. 7? Ja. Nou, dan mogen ze dus heel vaak heen en weer varen. Ja, het is ook duurt best wel lang voordat we ze allemaal hebben. Nou. Over hebben gezet. Het is meestal een uurtje of 4 dat je wel mee bezig bent. Oké, een heel dagdeel. Ja. Hebben jullie aan boord van je eigen schip wel zoveel proviant dat je iedereen te eten kunt geven? Ja. We hebben daar rekening mee gehouden. Dus we hebben enorm veel rijst vooral meegenomen. De mensen zijn er toch gewend om rijst te eten en het is voor ons makkelijk te bereiden. En onze bakker is extra druk met extra brood bakken. Maar meel en zo kunnen we makkelijk meenemen en dat is ook lang houdbaar. Dus dat hebben we altijd wel extra mee. Aha. Wat zien we hier? Hier is in principe het eerste contact gemaakt met het vluchtelingenbootje. En daar wordt dus gezegd tegen de vluchtelingen van dat ze de eerste kinderen en de vrouwen mee willen hebben en dan de mannen later komen halen. Mm-hmm. En hier wordt ook gevraagd door anderen hoe de situatie is aan boord. Zijn er zieke mensen, zijn er gewonde mensen, zijn er overledenen? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Dat is gelukkig niet het geval. Dat wordt nou overlegd en dus worden in principe alle kinderen en vrouwen eerst naar voren gehaald. En die worden van het vluchtelingenbootje bij ons in ons kleine bootje gezet. Daar ziet u ook wel dat deze vrouwen de wat rijkere vrouwen zijn. Dus want niet, goed gekleed. Goed gekleed, inderdaad. Hmm. En de kinderen niet bang als ze zomaar ineens worden aangepakt en overgezet worden? Nou, ze weten dat het niet veel slechter kan als dit. Ja. En ze hebben ons natuurlijk ook gezien, ons marineschip. Ja. Dus ze weten dat het in principe nu naar Italië gebracht wordt. Ja, dat de redding nabij is. Ja. Daar hadden we ze heen willen. Nou, hier begint dus de pendel van het vluchtelingenbootje naar ons eigen schip. Nou, dat gaat best snel. Ja, dat zijn snelle bootjes. En het zee is hier rustig. Dit is gewoon midden op de Middellandse Zee. Daar heb je ook nog mee te maken als het heel erg zou waaien of zo. Ja. Nou, je ziet ook vaak wel, naarmate het weer slechter wordt, vertrekken ze niet. Oké. Maar door het begin van de zomer. Dan is het altijd mooi weer natuurlijk rond de Middellandse Zee. Ah, ja. En dan is het zeetje ook vlak, waardoor de vluchtelingen vertrekken. Ja, dat is extra druk. Ja. Je ziet altijd een piek in de maanden juli en augustus vooral. Mm-hmm. Nou, hier worden de eerste kinderen bij ons aan boord gezet. Worden allemaal geregistreerd. Deze mevrouw ook, die was gevlucht samen met haar dochtertje. Het dochtertje heeft helemaal een ontstoken oog. Hij heeft bij ons aan boord een medische behandeling gehad. Hier worden de handen nog even ontsmet om de besmetting weer zo klein mogelijk te maken. Dus zodra iemand aan boord komt, krijgt hij een handenontsmetting? Ja, en voeten. Handen en voeten worden schoongemaakt. Hier ziet u een vrouw van het vluchtelingenbootje. Die was wat verzwakt. Dus die hebben we ondersteund. Ze moesten wel ondersteunen, heeft ook medische behandeling gehad. Mm-hmm. En die mondkapjes dragen al jullie medewerkers? Ja, ook puur voor speeksel of iets, de besmetting. Ja. In principe, als wij mensen ziek hebben en het is iets besmettelijks, dan gaat het natuurlijk razendsnel op zo'n klein boot met 150 man. Ja. Dus maar dan zou ook de hele vluchtelingenboot misschien wel ziek zijn. Dat zou goed kunnen. Nou, hier kunt u ook zien dat er inderdaad wat rijkere mensen zijn die hier aan boord komen. En hier is die vrouw weer met dat kleine meisje. Die lopen nu naar ons helikopterdek toe, waar in principe waar de vluchtelingen verblijven op de reis naar Italië toe. En dat is dat kleine meisje wat ze vast heeft met de ontstoken oog. Ja. Hebben jullie dat oog kunnen redden? Ik weet niet of ze het kunnen redden of wat de toestand daarvan was. Dus ik weet wel dat ze daar in ieder geval voor behandeld is bij ons aan boord. Mm-hmm. En dat is waarschijnlijk is naar een Italiaans ziekenhuis gebracht toen ze aan land gekomen is. Ja. Nou, hier zijn de eerste vrouwen en kinderen aan boord. We hebben met de bemanning teddyberen ingezameld voor de kinderen die aan boord zouden komen. Dat hebben jullie als bemanning gedaan? Ja, de hele bemanning heeft... In Nederland? Ja, we hebben mensen thuis, instanties, kringloopwinkels. Van alles hebben we overal beweren vandaan gehaald en verzameld. Om aan de kinderen te geven. Die kinderen hebben natuurlijk niks, krijgen niks. Die zijn hartstikke blij dat ze wat krijgen. En dat is mooi om te zien dat die kinderen enorm opleven als ze dan beer krijgen van ons. Ja, ja. En die werd ook bewaakt met hun leven. Dus dat vonden ze fantastisch. Mm-hmm. Nou, hier zitten inderdaad nog meer kinderen die beren krijgen en een glimlach. Aha. Nou, hier zit de achterrek bijna vol. En daarachterop zag u de sanitaire voorzieningen voor de vluchtelingen. Ze blijven op het helikopterdek en komen niet bij ons naar binnen. Dit ook om risico op besmetting met eventuele ziektes zo klein mogelijk te houden. Mm-hmm. Nou, hier ziet u ook dat onze mariniers aan boord gaan nu het bootje leeg is van vluchtelingen. We gaan nu aan boord kijken of ze nog wat kunnen vinden aan bewijsmateriaal of eventuele dingen die kunnen leiden naar de mensensmokkelaars. U zag daar ook dat daar een houten vloertje in zat. Die houten vloer die u zag, dat zijn omgedraaide kistjes. Want u weet geven hoe vies het aan boord daar is. Als die mensen wat moeten doen, ontlasting moeten doen, dan wordt er zo'n kistje opgetild. Dan doen die mensen hun ontlasting en dan wordt het kistje weer teruggezet. Ach, helemaal. Dus het is... de hygiëne aan boord is zeg maar nul. Vandaar ook dat wij in principe al die witte pakken hebben om onze besmetting zo laag mogelijk te houden. Ja, duidelijk. En alles wat ze nog kunnen vinden aan bewijsmateriaal wordt meegenomen aan boord en onderzocht, bekeken en wordt dan vervolgens aan Italianen overgedragen. Die daar weer mee kunnen gaan bepalen waar iemand vandaan komt, wie hij of zij is. Het is diegene ook daadwerkelijk zegt dat hij of zij is. Hier zit in principe bijna iedereen op ons helikopterdek met een dekentje wat ze krijgen van ons. En dit is de tolk, die geeft aan wanneer ze eten krijgen en als er wat is wat ze graag willen, dan kunnen ze dat via hem aan ons vertellen. Of vice versa, als wij wat willen dat hun dat doen, dan geven we dat via hem door. Mm-hmm. Hebben jullie meerdere tolken aan boord? Nee, eentje. En u spreekt heel veel van die talen uit het Midden-Oosten? Nee, je spreekt Arabisch en dat is in de meeste landen wel te verstaan. Oké, ja. Een soort algemene voertaal in veel landen. Ja, inderdaad. Nou, dit is op de terugweg van de locatie waar wij het vluchtelingenbootje hebben gezien naar Italiaanse haven. Ze hebben een soort dak gemaakt van de dekentjes? Ja, de dekentjes die ze krijgen, die hebben ze uiteindelijk overdag aan elkaar geknoopt als een soort van dak. Want het is natuurlijk hartstikke warm daar op zee. Ja. Hebben ze zelf bedacht. We hadden geen idee hoe we dat moesten gaan oplossen. En zijn zelf die dekentjes aan elkaar gaan knopen en een dak van gaan bouwen. Want hoe warm was het toen? Even voor onze beeldvorming. Ongeveer 33 graden. Nou, in de volle zon, uit de wind. Ja. Dus dat is warm. Nadat een paar dagen is op zee worden de migranten afgezet op Sicilië. Oh ja. In Catania, als ik me niet vergis. En daar werd het overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten. Mm-hmm. Hier zie je het schip langzaam leeg worden. Hier zie je inderdaad het schip langzaam leeg worden. Nou ja, langzaam. Het gaat wel sneller dan in het echt natuurlijk. Ja, dit is allemaal versneld uiteraard. Ja. Maar ze werden zo snel mogelijk van boord gezet. En dan mensen die bijvoorbeeld uit Egypte kwamen, werden dezelfde dag nog teruggevlogen. En andere mensen met die medische behandeling nodig waren, zoals dat meisje met dat oog. Mm-hmm. Die werden naar het ziekenhuis vervoerd. En hier ziet u dat ze worden geregistreerd door het Italiaanse Rode Kruis. En dus ook de mensen die een medische behandeling nodig hadden naar het ziekenhuis worden gebracht. Maken wij zo snel mogelijk het schip weer schoon om weer te vertrekken. Ja. Dus dan gaan jullie weer de zee op, onderweg naar een volgende boot. Ja, inderdaad. Maar hier ziet u dat onze radarsystemen, dat die ronddraaien om te kijken wat er inderdaad gebeurt op zee. En de jongens die aan het sturen zijn, het is maar een heel klein stuurtje voor zo'n groot fregat. Waaronder jij dus, die aan het sturen bent? Ja, ik ben onder andere ook een stuurman. Uh-huh. Onderweg naar weer een nieuwe vluchtelingenboot? Hier zijn we onderweg naar een nieuw vluchtelingenbootje inderdaad. Nou, hier ziet u ons elektronische kaartensysteem, de ouderwetse papieren kaarten, waar onze positie in gezet wordt. Hier een klein overleg, wat het makkelijkste manier van aanpakken is, wat de eventuele verbeterpunten zijn. En hoe we de volgende gaan doen. Nou, hier hijst het medisch team zich in zijn pak. En maken ze de hangar in principe gereed als zijn een soort van schipshospitaal. Weten ze al wat hun te wachten staat dan? Nee, nog niet. Hier ziet u weer dat onze bootjes te water gaan. Ja. Hier ziet u mij achter een wapen staan voor de veiligheid. Nou, dit is het tweede reddingsbootje wat wij geholpen hebben op zee. Ja. Er zaten onder andere ook een paar zwangere vrouwen aan boord. Zo. Dus het is wel zeker noodzaak dat we die zo snel mogelijk daarvan afkrijgen. Hier ziet u ook dat de eerste kindjes van boord worden gehaald. Ja. Tot baby's aan toe. Nou, hier ziet u dus de zwangere vrouw aan boord met onze commandant uiterst rechts. De man in het midden van de drie witte pakken is de scheepsarts. En de vrouw daar links van ook. En de rechtervrouw is een verpleegkundige. Het kleine meisje is bij ons aan boord geboren. Ja, dat is ook op het nieuws geweest. Ja, dat is wel heel uitzonderlijk. Het is de tweede keer ooit binnen de marine dat er een kindje is geboren aan boord van een schip. Nou, en hoe werd ze genoemd? Gelila heet ze. En dat betekent volgens de moeder uit Eritrea van de zee, van de oceaan. Wat een toepasselijke naam. Ja, zeker. Mm-hmm. Gelila heeft natuurlijk, als iemand geboren wordt, dan krijgt hij zijn geboorteplaats. Nou, Gelila is natuurlijk op open zee geboren. Het is in principe niemands land. Nee. Dus zij heeft als geboorteplaats de coördinaten gekregen van waar wij op dat moment waren. Ach. Wat bijzonder. Nou, ik heb ook een geboortecertificaat van ons schip gekregen. Zo. Met de coördinator onder andere erop. Nou, mooi. Ja. En... Nou, hier ziet u hoe de mensen van het tweede bootje bij ons aan boord komen. Dan krijgen hier een dekentje, ja, een flesje water en dan... Minder mensen dan op het eerste bootje? Ja, dus wat kleinere groep. Maar wel weer de beertjes. 350 mensen op. Oké. Okay. Nou, wat een gammel ding, of niet? Ja, deze was heel gammel. Ik heb er nog een keer doorgekeken. Nou, dit was de hele groep, de hele bemanning in principe. Hier ziet u alle officieren staan. En dan rechts achterin zit u de onderofficieren. En aan de achterkant van de foto staan dan alle matrozen. Oké, okay, ja. Dus dit is de hele bemanning van het schip? Ja, dit is de hele bemanning. Mm-hmm. Is dat gebruikelijk om na afloop zo allemaal bij elkaar te gaan staan? Aan het eind is er vaak een alle hands, heet dat. Ja. Dan worden ze allemaal zo netjes opgesteld op het helikopterdek. En dan... wordt er even een praatje gehouden hoe alles verlopen is, hoe het gegaan is, wat we ervan vonden. Ja. Althans, wat het commando ervan vond. Een korte evaluatie. Ja. Mm-hmm. En is het ook zo dat, jullie hebben natuurlijk best wel heftige dingen meegemaakt, dat dan daar op een of andere manier ook nog aandacht aan besteed wordt, aan hoe jullie dat verwerken? De laatste haven is een soort van adaptatiehaven. Dat is gewoon meestal in een West-Europees land, in ons geval op Mallorca. En daar wordt vaak wat georganiseerd. Een feestje georganiseerd om er even een beetje te wennen aan het normale leven. Aha. Een beetje de dingen vergeten, ontspannen en dan precies terug naar Nederland. Ja. 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 Hoe lang heeft de missie al met al nou geduurd? 4,5 maand. Kijk, 4,5 maand. Ja. En wat wordt de volgende missie? Van de Amstel die gaat weer in februari richting het Caribisch gebied. Oké, okay. Caribisch gebied? Ja, drugsbestrijding en kustwachttaken. Mm-hmm. Oké, okay. Zul je ook weer aan boord zijn van dat schip? Als het goed is wel, maar het is nog even afwachten. Ja, oké. Okay. Dankjewel, wat een prachtig verhaal. Nou, graag gedaan. Het was indrukwekkend, vreselijke beelden natuurlijk af en toe, ja, maar fijn dat we wat meer persoonlijke informatie hebben. Nou weten we ook wat meer achtergronden van de beelden die je zoal zo vaak om je heen ziet. Ja, nou, graag gedaan. En een hele goede vaart de volgende keer. Dank u wel.